Gast. Donaghy Simpson is geen onbekende in de Surinaamse sportwereld. Hij is basketballer geweest van Yellowbirds, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Donaghy, goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag ben je niet hier vanwege Yellowbirds, maar nee. One Sports is een organisatie. Het is wel bekend, maar toch niet zo bekend in de samenleving. Kan je eens vertellen over deze organisatie? Ja, we zouden graag willen dat het ook bekender zou zijn. Maar we werken daar nog even aan. Maar One Sports is eigenlijk een stichting geopend door Shalan Kloof, Oma Noboer en mijzelf. En het is begonnen vanuit een droom van drie jongens die echte liefde hadden voor basket, om het zo te zeggen. En we wilden de volgende generatie een kans geven dat wij nooit hebben gehad, om het zo te zeggen. En wat is dat? En dat is genoeg aandacht en begeleiding om de volgende stap te maken. Omdat we snapten van, kijk, in Suriname is onze cultuur een beetje anders als het gaat om basketbal. En we weten dat al die coaches die voor ons hebben gestaan, het deden vanuit goodwill. Want ze deden het niet voor het geld. En wij ook niet. Maar geld is ook nodig om dat alles te doen. Dus we hebben verschillende manieren bedacht. Hoe kunnen we dit doen zo consistent mogelijk om jongens met de nodige potentie en mindset klaar te stomen. Een heel jaar door, jaren door om het zo te zeggen. Met een concept dat werkt. Om de volgende stap te maken. En het is ons gelukt met een x-aantal jongeren. Jongens zoals Gavin Kensmill, Denzel Later, Jamil Wip, Tano Lopman, Shane Leon. En de list goes on. En sowieso heb je ook een paar jongens dat did not make it. Maar dat betekent ook niet van oké, aan de kant. Mm-hmm. Maar dan proberen we toch een model te bedenken. Daarmee zijn we nu ook mee bezig. Van hoe kunnen we dan deze jongens ook nog steeds erbij betrekken om de volgende generatie die push te geven. En vooral nu, met hoe alles een beetje stil zit, heeft de volgende generatie echt een goede motivatie nodig om verder te gaan. Je hebt namen opgenoemd van topbasketballers die nu in de VS of zijn afgestudeerd. Gavin Kensmill is, als ik me niet vergis, pas afgestudeerd. En anderen die doen het heel goed in hun division. Ja. Maar hoe staat het hier? Laten we beginnen met het concept. Je hebt dus talentvolle jongens bij de verschillende clubs. Ja. Hoe begint die begeleiding om dan verder te gaan? Ja, kijk, laten we zeggen, in het begin was het een beetje, ik wil niet zeggen praas of zo, maar het was een beetje van oké, deze jongen kan een beetje wat en we denken. En zelfs wij met de kennis die we toen hadden, dan begin je gewoon aan wat. Dus een beetje conceptloos, gewoon puur of hard, je begint maar. En dan recruit je een paar jongens van kijk, en je stopt er gewoon absurd veel tijd in. 5 uur 's ochtends opstaan, voor school, na school, tijdens school, noem maar op. En dat consumeerde wel veel tijd en ook geld. En toen hebben we gezien dat dat alleen niet genoeg was. We hebben informatie nodig. En dan zijn we met verschillende mensen gaan zitten praten. Mensen die toch wat inzicht hebben over how to run a business. Een concept bedenken en noem maar op. Dus we zijn zoveel verder gevorderd van dat punt dat we nu een ander model bedenken om jongens eerder te recruiten. En dat betekent je moet die jongens zien spelen, je moet hun omgeving kennen. Wie zijn hun ouders? Hoe doen ze het op school? Want we zijn eigenlijk in de business of changing lives. Basket is slechts het instrument, maar de gedachte erachter is ook een hele cultuurverandering en ik wil dat jongens vanuit Suriname groter kunnen dromen dan de grenzen van Suriname zelf. Hakeringbank leek op een groot gebouw, om het zo te zeggen, maar ik wil dat ze denken aan Empire State Building en weten dat als je hard werkt, als je vanuit Suriname komt, ben je eigenlijk 3-0 achter. Dus je moet hard werken, absurd hard. En soms,
je wajaboesie noemen, om het zo te zeggen. En dan kijk je wel waar je belandt. Dus dat is eigenlijk, zeg de gedachte dat we eigenlijk de mentaliteit van die jongens veranderen. En hun gedachtegang en hun drive, hun passie. Samen met ouders, samen met de school en ook samen met die verenigingen. En dat is eigenlijk zo'n beetje de next step. Maar jullie hebben nu, je hebt al enkele namen opgenoemd van jongens die het heel succesvol hebben gedaan of nog steeds doen. Ja. Hebben jullie ook gedacht aan de samenwerking met die groep van Hey? Luister nou, als je terug bent, zijn er nog een heleboel jongens die hier staan te wachten om verder begeleid te worden. Ja. Hoe verder? En als je eens OneSports bent, ben je altijd OneSports. En we zijn verbonden met die jongens throughout. Weet je, en het gaat niet eens op basketbalniveau, maar ook op een geestelijk niveau. Omdat we niet alleen basketbal imprinten, maar ook normen en waarden. En intuïtief zijn. En al die geweldige woorden die je wil opnoemen. Maar die jongens weten dat ze een verantwoordelijkheid hebben, want zij zijn de maatstaf. Dus zodra zij terugkomen, ik denk dat een paar op weg, onderweg zijn naar Suriname, dat ze, they will have to pass on the knowledge. Het gaat niet alleen om mooi. Die jongens van hier hebben voorbeelden nodig. En idolen en die informatie moeten ze overbrengen. Weet je, en dat zijn dingen die ik graag terug wil hebben. Net als we vroeger hadden Letitia Friesden en al die geweldige heroes die het fantastisch deden, Anthony Nesty en noem maar op. Dat wil ik terug voor Suriname. Dat de jeugd kan zeggen, ik wil als hem zijn. En ja, en dat is de ideale droom voor mij, om het zo te zeggen. Oké, jullie zijn bezig om jongens eigenlijk klaar te stomen, ook als het gaat om discipline. Ja. Naar de next step, en dat is misschien een scholarship of misschien iets groters dan dat. Maar er zijn tal van meetmomenten. Ja. Hebben jullie ook gedacht aan het Caribisch gebied? Hebben jullie ook gedacht aan grotere meetmomenten zoals de Olympische Spelen? Ja, je gaat op een gegeven moment jongeren moeten begeleiden. Je gaat het met ouders doen, zoals jullie het zeiden, met die coaches. Hoe zal dat alles plaatsvinden? Oké, ik zou vast zeggen, die grote meetmomenten, heb je daar veel geld voor nodig. Maar één ding dat je een beetje leert in Suriname is, begin te werken met je hart en passie. En dan zullen de resultaten komen. En dan hoop je dan dat vanuit ons land, dus de regering en sporten, je zegt, al die geweldige instanties die je een push kunnen geven naar that direction, om het zo te zeggen, plaats zoals SOC en noem maar op. Dan hoop je dat die culture change komt, dat mensen beseffen van kijk, in mijn tijd was het jong gaan naar school, je gaat niks bereiken met sport, maar ik heb alles van mijn leven geïnvesteerd aan basketbal. En ik leef van basketbal, is een beetje mijn droom. Maar ik wil dat kinderen hier zo weten van hey, er is iets anders hierna, er is iets anders na SBA, om het zo te zeggen. En daar heb je heel veel geld voor nodig. En ik weet niet als wij die reach nog, we hebben het nog niet, maar ik denk dat we samen dan met het land, dus met de organen van het land, zouden moeten kijken naar een goed model om te kijken hoe kunnen we Suriname op de map zetten als het gaat om basket. Want in het Caribisch gebied zijn er genoeg teams die we kunnen verslaan. Maar als we nog meer structuur hebben, meer investeringen, meer know-how van buiten halen, sky's the limit. We zijn geen arm land op geen enkel front, maar we hebben gewoon de nodige know-how nodig om het naar buiten te brengen. En we zijn nu in een COVID-pandemie. Alles ligt een beetje stil. Het is dus uitdagender voor jullie om met die talenten van ons bezig te zijn. Ja. Maar ze moeten bezig blijven. Ja. Hoe houden jullie ze bezig? Krijgen ze een schema dat ze moeten afwerken? En twee dingen kan je zien. Als je achter iemand moet rennen voor zijn droom, zegt het meer over hem dan over jou. Dat is alvast één. Maar die jongens zijn nog jong, dus ze hebben een pet
finder nodig. Iemand die zo'n beetje weg moet wezen. En daar hebben we toch een groep mensen die dat zoveel mogelijk proberen te onderhouden met ouders. En Safiro van Arms, die is de hoofdtrainer nu van One Sports in Suriname. En dan proberen we zo met kleine momenten, kleine groepen toch bezig te zijn en noem maar op. Maar ik snap wat de COVID-maatregelen zijn en hoe dangerous en hoe ernstig COVID is. Maar ik weet niet hoe het zou zijn als ik toch gewoon ga rennen buiten. In mijn eentje. 5 kilometer. Met een masker bijvoorbeeld. Dus je hebt je interne drive gaat bepalen hoe ga jij antwoorden zoeken. En Suriname is een land van hoe zoeken we antwoorden. Sinds ik klein ben is het, heb ik mijn ouders nooit horen zeggen, I go in akonde. Om het zo te zeggen. Dus we hebben altijd oplossingen gevonden voor calamiteiten. Dus dat willen we ook inprenten in onze jongens. Dus zij moeten ook opstaan. Sta op, doe push-ups, dribbel thuis. Je hebt een sterke interne wilskracht nodig daarvoor. En eigenlijk als je dat niet kan opbrengen, heb je ons ook een beetje gezegd waar je staat. Weet je, dus dat is nog steeds een beetje de gedachtegang van ons. En hopelijk verandert de situatie gauw, zodat we de trainingen weer kunnen aanvangen. Ja. Hoe kunnen jongens zich aanmelden of recruiten jullie zelf? Hoe vindt dat plaats? Want je hebt jongens die bezig zijn, je hebt van die kleine jongens die echt, ja. Je ziet video's van ze, je denkt van hey, wauw. Ik kan dat niet eens doen en dribbelen gaat dan moeilijk bij mij. Ja. Maar hoe staat het daarmee? Alvast aansluiten is tot op het moment een beetje een no-go. Mm-hmm. In de zin van, ik wil niet zeggen je wil het exclusief houden. Maar je wil de kwaliteit van je product weer toch hoog houden. En kijk, ik ben terug uit van Nederland en ik ben hier. En Nederland is niet een absurd geweldig basketballand. Maar als ik kijk naar zo'n beetje het niveausverschil, dan we got a long way to go. En misschien individueel zouden hun jongens helemaal inpakken, maar als het op teamconcept komt, wordt het een beetje een uitdaging. Dus dat proberen we alvast te werken met die exclusieve groep, om hun alvast een beetje op te krikken en dan moeten wij als organisatie moeten dan nu een betere job doen en hoe sturen we de nodige informatie naar de verschillende clubs en zij moeten die informatie ook willen aanvaarden en we kunnen van elkaar leren. Het is niet net als wij al weten zijn, wij zijn ook still in the process of learning. Ja. Dus dat zo ga je een beetje proberen het niveau een beetje op te krikken, maar dat iemand gewoon binnenkomt lopen is sowieso een no-go. Maar wat hebben wij gedaan in het verleden? Je recruit. Je gaat kijken naar kinderen, hoe ze spelen, hoe gedragen ze, wat zijn hun intangibles, hun persoonlijkheid, wie zijn hun ouders, wat is hun leefomgeving, al dat soort dingen kijken we, om het zo te zeggen. En op basis daarvan kan je invite krijgen en dan kijken we if you're made for this. Omdat als je gaat direct zien als iemand is gemaakt voor iets of niet. Dus that's the process of that part. Oké, dan is het helemaal duidelijk, Donaghy. Yeah. Hartelijk dank voor het komen naar de STVS. Graag. Een fijne dag verder.